Welkom bij de Pinanti is Pinanti Cup in Roeselare. Vandaag gaan we op zoek naar de 10 beste miniemen van West-Vlaanderen. Maar ho ze! Van 100 naar 10. Ik kan wel zien dat sommige jongens later dus met een balletje doen. Kijk, er was net een die alle met twee voetjes. Nou, dat is toch schitterend. Toen ik zo oud was, ben blij dat ik mijn rechtervoet en mijn linker was alleen maar op te staan. Maar je ziet dus al met z'n links rechts dat ze werken. En dat zien ze dus ook van die grote voetballers. Ja, en daar spelen ze zich aan, maar dan moet je alleen maar heel gelukkig mee zijn. Het belangrijkste in voetbal? Het belangrijkste? Ik durf het haast niet zeggen, maar het belangrijkste in het voetbal, weet je wat het is? Dat is winnen. Kom maar, Harbin, kom aan, hop! Pak die punt mee, trap dan, hop! Weet het dat ik midden is belangrijker dan winnen? Deelnemen is misschien belangrijk, maar winnen is toch veel plezanter. Ik kan het weten, want ik win altijd. En Laurens van Korenberg ook. In Vlaams-Brabant was hij de allerbeste. Ik kan je een paar tips geven. Rustig blijven, dat is het beste. Proberen alles te geven, doorschotten. Hoe voelt het dan tegen een echte keeper penalties te geven? Ja, leuk. Ja, niet echt anders dan een andere. Dat hij groter is, beter. En hoe voelde het als je gewonnen had? Zo? Heel leuk, hè, dat je de beste bent van iedereen die heeft meegedaan. Wat heel belangrijk is, is dat zijn zelfvertrouwen is enorm veranderd. En dat missen hij wel. En door Pinanti is dat wel echt opvallend. Van na de finale eigenlijk, ja, is dat opvallend. En dat is wel heel mooi eraan. Nadat je gewonnen had, had je dat succes bij de weesjes? Oh ja, niet meer of niet minder. Twee prettig gestoorde topkeepers ontmoeten elkaar in Roeselare. Keeperstrainer Theo Kusters en mijn favoriete doelman Glenn Verbouwheden. Ik ga nu voor het best. Glenn, durfde? Flesje champagne, ik en jij. Flesje champagne, ik en jij voor het best. Dat zal wel zijn. Kom. Ene moet erin. Hier, Theo. De beste winnen altijd. Ja, dat is waar. En ik was nu de beste dus. Ik was wit trainer van... Respect. Ja. De beste 10. 100 West-Vlaamse miniemen hopen dat Glenn Verbouwheden hun naam zal afroepen. Ze sterven van de zenuwen. De eerste die tot de beste 10 behoort is... Krombe Jens. De Ruik Steve. Bonnie Kilian. Seis Dylan. Boudani Younes, Hatse Thijs, Andelensteide Matthias, Maarten Jasper, Koopman Sander, Litaar Robin. Volgende week gaat Glenn Verbouwheden weer doen waar hij echt goed in is: Pinanti stoppen. Want Pinanti is Pinanti, maar vento.